Meneer Smits, wat is uw impressie over het bezoek deze morgen? Wel, wij zijn heel trots dat we deze mensen allemaal hebben kunnen laten zien dat we toch tot heel wat in staat zijn geweest. Samen natuurlijk met al de partners. Het is een heel lang verhaal geweest dat eraan vooraf gegaan is. We hebben de eigenaars allemaal verenigd. We hebben ons georganiseerd met al de gebruikers van dit buitengebied. En we zijn dan op zoek gegaan naar de partners in de publieke sector. En tot onze verbazing is dat goed gelukt. Ik denk dat de verklaring ligt in het feit dat ook zij, anders zeggen de overheid, niet goed wist wie hier met wat allemaal bezig was. Dus door het feit dat wij goed als één persoon of één VZW-organisatie voor de boeg kwamen, hadden zij een gesprekspartner waar we goed mee kon onderhandeld worden. En zo hebben we samen die doelstellingen, die ecologische doelstellingen, kunnen realiseren, neerzetten. Rekening houden met economische facetten, met educatie en recreatieve aspecten. De samenwerking privaat-publiek is mogelijk. Het is zeker mogelijk. Ik zeg niet dat het gemakkelijk is, maar het is zeker mogelijk. En het vergt een inspanning. Het vergt op de eerste plaats ook inspanningen van de eigenaars en gebruikers zelf. Men kan altijd kritiek hebben, maar men moet ook constructief kunnen zijn. Dus initiatief nemen. En wat kan de commissie doen in zo'n soort of project? Wat denkt u? Wel, de commissie, laat ons zeggen, ik heb niet zoveel persoonlijke ervaringen met de commissie, maar wel met de hele werking in de verschillende werkgroepen en in de stuurgroep. Mijn opmerking moet ik nog echt gaan verzamelen of op papier zetten. Maar in een notendop gezegd, denk ik dat het Life Plus programma, zoals dat geschreven is, opgemaakt is in de verschillende onderdelen, heel complex is voor een privaat iemand. Je hebt echt professionelen nodig. En dan nog is dit programma niet geschreven om uitgevoerd te worden door iemand anders dan een administratie. Dus daar zijn veel dingen nog aan bij te schaven, denk ik. Ja. En zou u opnieuw willen meewerken met zo'n project? Dat is een heel goede vraag. Daar is heel veel tijd in gekropen, maar het was heel leuk om te doen. Dus ik denk dat ik het wel nog zal doen. Persoonlijk, als ik nu voor mezelf mag spreken, denk ik dat ik mijn ogen nu zet op biodiversiteit en landbouw. Dank u wel.